Ik ben Roderick Kunst, ik ben 30 jaar en ik ben mede-eigenaar van Escobar. Ik ben het samen begonnen met Willem Alberts, een jaartje geleden zeg maar. En we wilden een sfeervol Spaans-Zuid-Amerikaans restaurant openen en bar. Escobar is een Spaans-Latijns-Amerikaans restaurant-bar. Met kleine gerechtjes zoals tapatjes en wat grotere gerechtjes die je eigenlijk allemaal kan delen. Daarnaast hebben we een leuke barfunctie met een lange borrel op vrijdag en zaterdagavond. We verwachten van Beuk als leverancier veel meewerking. En dan heb ik het met name over het ontwikkelen van hoe maak je zo'n keuken nou goed. En we hebben wat dat betreft hebben we een goede contactpersoon gehad. Erik-Jan heeft ons goed geholpen. Goed advies over producten die ik kan gebruiken, materialen. En dat is uiteindelijk ook helemaal goed gekomen. Efficiënt was heel belangrijk. We hebben een kleine keuken, maar er komt veel uit. Onderhoudtechnisch moet het goed te doen zijn. Makkelijk schoon te houden. En mooi. We hebben maar twee parties, koud en warm. De barbecue is van groot belang, die heeft ook een speciale plek in onze keuken. Daarnaast hebben we geprobeerd om veel koellades te realiseren, zodat alles snel kan. En dat je niet elke keer naar een koelcel hoeft of iets dergelijks. Maar met name nogmaals, die efficiëntie in die keuken is heel hoog en dat is voor ons heel belangrijk. Wij werken al lang met Beuk Horeca, we hebben hele goede ervaring met ze. Heel betrouwbaar, goed advies, op maat. En daarnaast steken ze veel tijd in hun advies. En dat doet ons heel goed. Ik zou Beuk Horeca aanbevelen omdat het advies altijd op maat is. Ze letten altijd op je financiering, hoe ze dat erin kunnen maken. En uiteindelijk ben je als ondernemer toch heel veel bezig met wat je kan doen qua keuken. En zij kunnen daar eigenlijk perfect op maat advies van maken.